Het geneesmiddel van deze week is S-ketamine. Waarom S-ketamine? S-ketamine is een anestheticum en roesmiddel wat voor verschillende indicaties kan worden gebruikt. De naam esketamine is eigenlijk een soort verbastering van S-ketamine. S-ketamine is namelijk de linksdraaiende enantiomeer van ketamine. En hoe zat dat ook alweer? Met links- en rechtsdraaiende moleculen. Zoals vele stoffen is ketamine, zoals we dit kennen, een mengsel van 50% linksdraaiende en 50% rechtsdraaiende moleculen. Dit heet ook wel een racemisch mengsel. De linksdraaiende variant noemen we de S-enantiomeer en de rechtsdraaiende variant de R-enantiomeer. Deze moleculen zijn exact hetzelfde opgebouwd, maar zijn het precieze spiegelbeeld van elkaar. En hoewel ze dus eenzelfde molecuulstructuur hebben, kunnen ze andere eigenschappen hebben. S-ketamine werkt dan ook ongeveer twee tot drie keer zo sterk als racemisch ketamine. R-ketamine, de rechtsdraaiende enantiomere, remt ook de uitscheiding van S-ketamine... En als je alleen S-ketamine geeft, verdwijnt het dus ook sneller uit je lichaam en heb je een korter maar sterker effect. Er zitten dus voordelen aan het gebruik van alleen de linksdraaiende enantiomeer. Daarom wordt S-ketamine in een aantal Europese landen standaard gebruikt in plaats van racemisch ketamine. En hoe werkt S-ketamine dan? Sketamine zorgt voor een zogenoemde dissociatieve anesthesie. Dat wil zeggen dat prikkels die van buiten het centrale zenuwstelsel komen niet meer goed binnenkomen en er een soort droomachtige staat wordt bereikt. Je kan dus zeggen dat het bewustzijn wordt gedissocieerd van je centrale zenuwstelsel. Sketamine is primair een NMDA-receptor antagonist en NMDA-receptoren die reguleren de activerende of zogenoemde excitatoire neurotransmitter glutamaat. Esketamine remt de neuronen die glutamaat afgeven en zorgt daarom voor een verstoring in de prikkeloverdracht. Daarom wordt esketamine vaak als eerste keus gebruikt als pijnstiller en roesmiddel tijdens kortdurende procedures. In het verleden werd het zelfs als narcosemiddel gebruikt tijdens operaties. Het kan ook op de intensive care worden gebruikt als roesmiddel en pijnstiller. Al is het geen eerste keus voor deze indicatie. Er zitten namelijk wat bijwerkingen aan S ketamine, maar ook aan ketamine. Een belangrijke bijwerking is hallucineren. Daarom wordt aangeraden om esketamine altijd samen te geven met een kortwerkende benzodiazepine, omdat die de hallucinaties tegengaat. Daarnaast kunnen tijdens het ontwaken tijdelijke psychische stoornissen ontstaan, zoals onrust, verwardheid en angst. En het ontwaken dient dan ook in een zo rustig mogelijke omgeving te gebeuren. Esketamine heeft maar een minimale invloed op de ademhalingsdrive en de bloeddruk en kan daarom goed worden gebruikt bij hemodynamisch instabiele patiënten. Echter, bij patiënten met een verhoogde intracraniële druk kan esketamine niet worden gebruikt, vanwege de kans op verdere toename van de intracraniële druk. Als laatste heeft esketamine een stimulerend effect op de beta-receptoren van het sympathische zenuwstelsel door endo endogene catecholamine aanmaak. Daarom wordt het soms gebruikt bij patiënten met een status asthmaticus, die niet voldoende reageren op salbutamol. De psychische effecten van s en dus ook van ketamine in het algemeen, worden niet door iedereen als nadelig beschouwd. Ketamine wordt namelijk ook recreatief gebruikt. Onder de namen KETA of Special K. Ketamine als drug wordt meestal gesnoven en soms oraal, rectaal of intramusculair toegediend. Intraveneuze injectie buiten het ziekenhuis is gevaarlijk omdat het verdovende effect al optreedt voordat je de naald kan verwijderen. En de effecten van ketamine die je kan verwachten in het recreatieve gebruik zijn hallucinaties, dromerigheid, maar ook out-of-body ervaringen en bijna doodervaringen. Maar let op, ketamine kan verslavend werken. De eerste 24 uur na toediening van ketamine wordt afgeraden om auto te rijden of machines te besturen. In verband met de verdovende werking en coördinatieproblemen die op kunnen treden na het ontwaken. Er zijn enkele interacties met ketamine beschreven. Anesthetica, sedativa en opioïden kunnen de werkingsduur van ketamine verlengen. De normale werkingsduur is ongeveer twee uur. Bij gelijktijdig gebruik met vasopressine, adrenaline of andere sympathico-mimetica. Kunnen hypertensie en tachycardie optreden? Samengevat: S-ketamine is de linksdraaiende enantiomeer van ketamine en heeft een twee keer zo sterke werking als ketamine. S-ketamine zorgt voor anesthesie en analgesie en kan voor kortdurende ingrepen worden gebruikt. Esketamine kan hallucinaties veroorzaken en wordt daarom bij voorkeur samen met een benzodiazepine gegeven. Ketamine wordt ook als recreatieve drug gebruikt met kans op verslaving.